Wat doet hij? Wat is dit? Dit is zo ongemakkelijk. Wat maakt hij hier voor situatie? What the fuck is dit? Wat is dit? Wat is dit voor aflevering? Yo mensen, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video en vandaag ga ik weer reageren op Brugklas. Ja, dat is alweer een tijdje geleden, maar ik dacht ik heb er hartstikke veel zin in en jullie zouden het vast ook wel leuk vinden. Dus ik ga gewoon weer lekker reageren. Zoals jullie weten zijn er geen weekupdates meer waar ik zelf in speel. Dus ik ga nu gewoon lekker reageren op het huidige seizoen en op mijn collega's. Nou, de koptelefoon gaat weer op en ik heb een hele leuke weekupdate, namelijk... Weekupdate 22 van Brugklas seizoen 8. We gaan gewoon kijken, dus ik ga hem lekker starten. Veel kijkplezier. Dankjewel Milan. De klas van Jamie en Steve heeft mentorles van meneer Grimbergen. In het gymlokaal, want er zijn niet genoeg noodlokalen. Hoezo zit ze in de gymzaal? Omdat er niet genoeg noodlokalen zijn? Is er nood dan? Ik zie helemaal geen nood. Maar goed, dat is allemaal bijzaak. We gaan gewoon verder kijken. In het onderzoek is nog heel weinig informatie tevoorschijn gekomen. Oh. Daarom vragen de mentoren aan hun klas of er leerlingen zijn die iets weten. Wil je even opletten? Die iets weten en of iets hebben gezien. Wij gaan gewoon voor detective spelen. Wij gaan die dader vinden. De ook al vinden we iemand aardig, dan nog... De dader van wat? Misschien is het niet heel handig dat ik begin bij weekupdate 22. Omdat ik dan niet weet wat er daarvoor is gebeurd. Maar... volgens mij, dat weet ik wel, dat ik altijd eventjes... Ik kijk wel altijd even die weekupdates gewoon van... Auw. Ik kijk wel altijd eventjes die weekupdates om te kijken of er leuk beeldmateriaal tussen zit. Nou, dat is natuurlijk altijd met Brugklas, leuk beeldmateriaal. Maar goed, volgens mij heeft iemand iets in de fik gestoken. Nog moeten we zeggen van, hé, dit is de dader. Ja, een misdaad is een misdaad. Ja, oké. Okay. Ik weet wie het gedaan heeft. Wie? Wat? Ik weet wie het gedaan heeft. Wie dan? Milan? Ja, iedereen had les en ik had al tussenuur en ik liep achter Milan aan en ik zag dat hij zo'n groot papier in de fik stak en die gooide die zo'n prullen naar beneden. Oh, God! Zie je? Er is wel iemand die de school in de fik heeft gestoken. En het is Milan! En zou nou net zijn dat Claire, zo heet ze niet echt, hoe heet ze? Jamie is de pleegzus van Milan. Ja, ga je je familie verraden? Dat is de vraag. Is het een test? Wil je kijken hoe ik reageer of zo? Nee. Nee, ik zeg gewoon wat ik gezien heb dat Milan het gedaan heeft. Weet je zeker dat het alleen Milan was? Misschien was het wel Nick en Milan. Nee, en dat Nick Milan had pusht. Ik weet het zeker. Shh. Milan heeft het gedaan. Als er iemand vals beschuldigd wordt, dan is het Nick. Nou, ik denk dus dat we het niet moeten vertellen. Milan is een pleegkind. Die wordt anders behandeld dan jij en ik. Hè? Kijk, hij kan hier echt mee in de problemen komen. Ik weet wat er met hem gebeurt. Misschien belandt hij wel op straat of zo. Misschien belandt hij wel op straat. Inderdaad. Misschien moet jij gewoon even je kop houden. Gewoon niet in het probleem had willen komen. Had hij het gewoon lekker niet moeten doen? Luister, als je niet gaat liggen, kan Milans hele toekomst eraan gaan, hè? Besef je dat wel? Ja, hallo, ik heb het niet gedaan. Milan heeft die prullenbak in de fik gestoken. Ik niet. Ja, oké, dat weten we nou wel, hè? Wat nou als we samen naar Milan toe gaan? Ja? En dan vragen we gewoon van, hey, wat is er gebeurd? Waarom heb je dat gedaan? Nee, zij gaat natuurlijk... Milan verdedigen. Want ze zijn een soort van familie. Ja, jongens, verraad je je eigen familie? Dat is de vraag. Maar goed, spanning en sensatie. Kom je toch met een verhaaltje en dan laat je je hartje ompraten? Je bent ontzettend hard op dit moment. Je zegt het ene moment dit en het andere moment dat. Alleen maar omdat het jou beter uitkomt. Ja. Wacht even, ik doe dit om Milan te helpen. Wie help jij hiermee? Volgens mij denk ik aan iedereen die hier op school zit, die bijna dood had kunnen gaan door wat Milan heeft gedaan. Ik ben er echt klaar mee, Jimmy. Echt. Zo dan! Ik laat je er pas uit als je belooft je mond te houden! En dan hoor je natuurlijk weer: hey! Wat is hier aan de hand? Grimbo! Gek geworden hier! Zijn jullie allemaal gek geworden? Jamie die gooide zo, hoe heet ze nou? Elsa, hoe heet ze in de serie? Ik weet het niet eens. Maar goed, Jamie die gooit gewoon zo Elsa zo helemaal die gang in. Ik vind dit niet normaal. Goed, we gaan kijken wat er nog meer gaat gebeuren. Het is maandagochtend. Hier had ik het over. Kijk naar de titel. Tom Paradijs. Milan heeft pauze. Te laat. Huh? Helemaal niet. Oké. Ik ben precies op tijd. Ga weg. Nee. Wat is het stoerste wat je hebt gedaan dan? Misschien weten jullie dit beter dan mij. Maar hebben jullie een relatie?
Want als dat zo is, is dat heel raar. Want met deze chick heeft Jesse ook een relatie gehad. Voor volgens mij een paar afleveringen. Nou, laat maar gewoon eventjes weten in de comments. Hebben we een relatie als jullie het heel vaak allemaal de week op dates kijken. En het allemaal heel goed bijhouden. Wat ik niet doe. Laat dan maar gewoon eventjes weten. Hebben we een relatie? Ben ik benieuwd. Vind ik grappig. Maar ja, wat is het stoerste wat jij hebt gedaan? Vraagt zij aan Milan. Ik ben benieuwd. Is de school de fik zeker goed genoeg? Jij. Heb jij serieus? Dat weet niemand. En dat gaan we zo houden ook. Hé, hey, we kunnen zo ook wel afspreken. Ja, is goed. Nou, meestal ben ik alleen. En ik vond het wel gezellig. Dus ik dacht, misschien kunnen we wel iets doen. Dat kan. Hier gewoon. Nee, we kunnen ook wel in het fietshok. Toch? Zo, dat vind ik raar. Ja, we kunnen wel afspreken hoor. Oké, zullen we dat dan hier doen? Nee, dat kan ook wel in het fietshok. Ja. Nu komt die titel toch wel steeds dichterbij. Nu begrijp ik die titel ook wel. Oh, het fietsenhok. Mm-hmm. Vind je nou eigenlijk ook al iemand leuk uit onze klas? Nee. Ja. Oké, ze hebben dus geen relatie. Want zij vraagt nu, vind je al iemand leuk uit de klas? En dat zou je niet vragen als je een relatie had. Dus ze hebben geen relatie. Dus laat maar niet weten in de comments. Ja, nee. Ja, soort van één iemand. Oh, echt? En dat ben jij. Wie dan? Jou. Mij. Ja. Wat doet hij? Wat is dit? Dit is zo ongemakkelijk. Wat maakt hij hier voor situatie? Ik vind jou heel erg leuk. Hand op die schouder, zo'n schouderklopje. Niet heel romantisch of een goede set. Als je iemand leuk vindt om een schouderklopje te geven. Zo van, hey, vind jou leuk. Maar goed, eventjes kijken hoe zij daarop gaat reageren. Ja. Nou. Oh. Ik vind jou ook leuk. Oh. Dat is ze vinden elkaar, dus dat betekent... Ja, oh. Wauw. Dus nu hebben we verkering. Verkering? Ja, want als ik met iemand zoen, dan heb ik verkering met diegene. Oh. Ja, ik ook. Vind ik ook. Als je zoent met iemand, ja, dan heb je verkering. Ja. Dus we hebben verkering. Ja. Wat is dit? Wat is dit? Wauw, ik vind het wel een intense aflevering, moet ik zeggen. Wel een beetje ongemakkelijk of zo. Ik moet er een beetje van lachen. Ik denk van ja, Ja, dus we hebben nu verkering. Ja. Ja, dat vind ik ook. Als je met iemand zoent, dan... Dan heb je gelijk verkering. Ga nog maar een keer zoenen dan, hè? Verkering, ja. Dus we hebben verkering. Ja. Jij bent echt een sukkel, hè? Waarom? Zo dan. Denk je nou niet dat ik het door heb? Dat je dit alleen maar doet, zodat ik niet ga vertellen over die brand? Ik had dus een toets. Daarvoor had ik niet geleerd. En ik wilde hem dus ook niet maken, want ik kon echt geen onvoldoende halen daarvoor. Dus ik dacht, als ik nou het brandalarm af laat gaan, dan kom ik onder die toets uit. Maar ja, omdat het brandalarm zo vaak afgaat, moet het wel een beetje echt lijken. Dus ik had gewoon een brandenklopje in de prullenbak gegooid. En dat ging fikken. Alleen ietsjes te hard. Heel dom, maar het werkte wel. En dat ging fikken. Ietsje te hard. Oeps, sorry. Bijna heel de school verpest. Maar goed, dit was een soort van halve verkering. Toen weer niet. En Milan die heeft gewoon de school in de fik gestapt. Maar we gaan lekker door naar de volgende aflevering. De klas van Steve heeft... Weer een rare titel. Potloodventer. Ik vind het maar een heftige weekupdate, jongens. Weekupdate 22 is niet geschikt voor kinderen onder de 12 jaar. Heeft mentorles van mevrouw Manuhua. En wel benieuwd. En omdat het vandaag de dag tegen racisme is, staan ze hier ook in de les bij stil. Hè? Wat ik raar, waarom zijn opeens alle lessen in het gymlokaal? In de les bij stil. Hallo, schatje. Wat is... What the fuck is dit? Wat is dit? Wat is dit voor aflevering? Er komt gewoon een man staan zo en die zegt zo van... Hallo, schatje. Ik vind het raar, jongens. En dat voor de brugklas, hè? En dat voor de brugklas. Moet je nagaan wat er wel allemaal niet kan gebeuren als je op school zit en je zit in de brugklas. Poh. Ik was erbij dat steegje naar school en toen kwam een man naar me toe en ik deed zijn jas open en toen zag ik ze... Nee. Dat vind ik wel grappig, weet je. Else doet dat zo... Er kwam zo'n man naar me toe in een steegje en toen deed hij zijn jas open en toen zag je dus... Steve, dit is echt vet heftig. Luister, ik heb een plan bedacht, oké? Ik ga gewoon naar die plek waar die gast jou lastig viel. En dan ga ik er net zo lang staan wachten tot hij mij lastig valt. Ja, doei. Nee, kijk, jij hoeft dat alleen maar van een afstandje te filmen. En dan laat je die video zien. Dan hoef je het niet over je uiterlijk te hebben, want dat staat gewoon op die video. Ik ga het niet doen. Steve. Ik vergeet het wel gewoon. Ik ga het niet doen. Luister, we moeten iets doen. Luister,
als we nu niks doen, dan zij is natuurlijk nu getraumatiseerd. Ja. En misschien is hij dan wel meer dan alleen zijn ding laten zien. Dit is echt heel gemeen wat je nu zegt. Ja. Dat is misschien wel gemeen, Else, wat ze nu zegt. Maar misschien is het wel zo. Misschien gaat die man volgende keer wel ze gebruiken. Ja, dat weet je niet. Hallo dames. Daar is hij weer. Ja, wat een vieze man. Vieze vuile smeren. Slaan. Hots. 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 Ik wil de politie. Idioot. Gat. Ik loop echt even met jullie mee. Damme. Daar was hij weer. Daar kwam hij weer. Die potloodventer. Oh. Ik vind dit niet normaal. Nee. Je moet gewoon even normaal doen. Maar goed. Gelukkig kwam er een docent. En die sloeg die man heel hard. Met een tas. Goed zo. Dat is goed. Nee, en ik ga ook de politie bellen. Je gaat de politie bellen. Oké, natuurlijk gedoe dit. Zo dan. Zo die dodi modi dan. Ugh. Ik vind het maar heftig. Ik dacht, we beginnen gewoon even rustig met een afleveringetje brugklas reageren. Op brugklas reageren. Maar, dit is wel heftig, hé. Maar goed, ik vond het weer hartstikke leuk om te doen. Dus vond je deze video leuk? Laat dan even een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. Want we gaan echt als een sneltrein naar die 100k. En hoe vet zou het zijn, die 100k daar op de muur. Zo'n playbutton. Dus alsjeblieft, abonneer allemaal op mijn account. En dan spreek ik jullie later.